Ja. Net gekeken, hè? Ja. Nederland zelf toch? Ja, ik ook. Ja. Maar ja. Wij met z'n allen. Wij dachten natuurlijk. We zijn er. Ja, dat hebben we steeds. Dat gevoel hebben we steeds, hè? Ja, en dat komt na die overwinning tegen die Belgen. Dan hebben we zoiets. Dat slaat die euforie weer toe in ons landje. En dan hebben we zoiets van. Oh, maar er kan ons niks meer gebeuren. En wij worden gewoon. Maar dat las je ook overal. Wij worden wereldkampioen. Ja, hé. Hey. Hallo. Hoe hard wil je weer met de. Hop. Met de voetjes op de. Hop. Op de voetjes op de vloer. Ja, dit. Hebben we nu even gezien. Ja, dit is een gevalletje van voetjes op de vloer. Even weer terug. Reality check. Dit is waar het Nederlands elftal staat. Ja, gewoon. Het is niet anders, jongens. Ook Polen 2-2. Die Polen waren helemaal niet zo slecht. Iedereen dacht van, ja, 6-1 tegen die Belgen. Dan lopen we even overheen. Nee, natuurlijk niet. Zo zit dat niet meer. En Nederland wordt natuurlijk geen wereldkampioen, maar dat wisten we al, vrienden. We gaan leuk meedoen daar, dat kan. Natuurlijk kunnen we leuk meedoen. Maar kijk, en nu hebben we dat weer gezien. Want het begon al, we komen 1-0 achter en we komen 2-0 achter. En toen gebeurde er toch, ja vrienden, ik moet daar even melding van maken, gebeurde er toch iets vreemds. Ik ga jullie zeggen wat. Ja, we komen 2-0 achter. En ik moest ontzettend naar de wc. Ja, ik moest ontzettend pissen gewoon. Ja. Dus ik denk, nou ja, weet je, ik ga even pissen. Maar ja, ik heb het jullie al een keer eerder verteld. Net als met Jan van Derksen. Ja, wij hebben niet meer die keiharde straal natuurlijk van vroeger. Nee, dus af en toe hebben wij ook een beetje last van de druppelaar. Dus ik sta daar druppel. Dus het duurt even iets langer. Maar goed, ik sta wel te pissen. En kom ik terug van dat hele gebeuren. 2-2. Staat er 2-2. En Nederland heeft weer 2 keer gescoord. Ja, dus ik denk bij mezelf, oh je god. Ik heb dat in het verleden wel eens eerder gehad. Ik denk, ik moet dat gewoon blijven doen. Dus, dat ook al weet ik dat we nu met de voetjes op de vloer staan. En ik weet dat wij misschien, eigenlijk niet, weet ik wel zeker, dat we geen wereldkampioen worden. Maar toch ga ik vanaf nu, elke keer, beste vrienden, dat beloof ik, als Nederland zelf toch achter staat, en ik denk, oh, hoe komt dit nog goed? Dan ga ik als een speer naar de wc, dan ga ik de druppelaar doen, en dan, we zullen zien, dan gaat Nederland weer scoren. Nou, heb ik in ieder geval, van deze hele 2-2, heb ik in ieder geval toch iets goeds geleerd en iets goeds opgestoken. Ja!